Kijkers, de NVSWM heeft een 35 kilometer lang netwerk aangelegd vanuit Calcutta naar Boskamp. De bedoeling is dat vanaf dit moment ruim 500 huishoudens kunnen genieten van gezond en schoon drinkwater. Op het erf van de oudste bewoner te Boskamp, dat is het vissersdorp in Saramacca, zal president Desiree Delano Bouterse ceremonieel een tapkraan in gebruik nemen. En met deze activiteit bewijst de regering nog eens dat er hard gewerkt wordt wat betreft de drinkwatervoorziening in geheel Suriname. Uw aandacht voor het volgende verslag. President, raadsadviseurs, minister, DC, volksvertegenwoordiger, ster, directie van de SWM, goedemiddag. Ik ga het zeer kort houden, want het is voor mij een waar genoegen dat president Dorja Umindri, Usabi fa president hebben vaak druk en toch amik ting voor kon luku una Boskamp voor draa kraan opojono. Dus nanga dat die miwa tegen president en op jongen anu dat Dorja Umindri. Ik zei het al, ik ga het zeer kort houden. 6 februari meteen ik bij Jejaso voor Luca probleem naar Boskamp. En ik sabi dat wat lofunu vissers onder andere de man bij praxeren naar Wakrap. Naar Wakrap dat Boskamp bokis watra. Maar met dat ik misrevi dat if mi doro an presi, u ko observera presi, da u mag sabi wa fena watra. Traize mi luku an film fu SWM ook tu, pe wan densma e taki ete wan dei, ete wan dei, ete wan dei, tide na dei, tide. Tide na dei dat Boskamp wa fena watra. U mag sabi u poti ongeveer vanaf Tijgerkreek, bedenk zo, Master Kisor, Behara, Rokojaso, u mag sabi u poti ongeveer 30,4 kilometer aan buismaterialen onder de grond. Voor de presidentie, mi wan tak staatsolie ook te grantangi, omdat financieel u nos doso stranga, de jepu ook to, mi wan tak grantangi, de odeef midja bagatavra, a prescom, mi boekhouder, mi jurist, dat tide u deja tide. Mohoren chatu futegun dat jere a watra dorogba, dalek president symbolis o draakrang opo. En vanaf munde u ka registreren u srevi na SWM, na nga de papira funu, so karkong. En dan u wefena watra. Awatra egotena asudat kampu jaso denseref apwatra wan denseref de apwatra en usapa bede ja ubeduna nga water wagen ook tu den sudati minister Benskop de ja hols van ni ame bel mi na tere no luka den boyf mi ive de bana watra en so we kapkong we jide ma watra matidena di akaba u do een bon job. Ik wil de mensen van SWM bedanken. Ik wil de mensen van dienst watervoorziening ook bedanken. Die ook een steentje hebben bijgedragen hier. Want de Masaba gebied Jaza. Want u sabi u tik over SWM, tik over Jaza. Ik wil ze ook bedanken. Ik wil iedereen bedanken. En u de zuinen naar Watra. En het gaat u goed. Dank u wel. Laat me meteen met de deur in huis vallen. U sap taku breiti, tak u deja. In Boskamp, omdat u sabi fa ube actie fu awatra. En Masra Oosterling takemba 6 februari ube deja fu karwan vergadering kong en ube mek voorbereiding fu tjade pipi, tjade buis kong, zodat a aansluiting kan vinden plaats. Wel tidena dei tak u alamala kan shi tak une takinomo ma we realiseer. Une tak moro langa ma we chara watra kong. Omdat u fentak alasma ibri wangja
in Saranang, maar ook toe de man in Saramaka, aba recht tapas schoon en gezond drinkwater. En laat me u vertellen, want misschien praat ik te veel Saranang tongen, no? Laat me u vertellen, vanaf ik ben gekozen, of voordat ik gekozen werd, heb ik precies daar onder die tent, de bewoners van Boskamp weten het, ik heb ze gezegd, wanneer de regering wederom regeermacht mag verwerven, zullen we eraan toewerken, eraan werken dat het water naar Saramaka gebracht wordt. En vandaag is de dag, het heeft een tijdje geduurd, maar we zijn er en we staan met z'n allen hier om straks getuige te zijn van de eerste keer dat het water uit de kraan mag komen in Boskamp. Uno dete, omdat het vandaag de dag is dat we symbolisch de kraan of het water zullen laten stromen hier in Boskamp, maar we zijn nog niet daar. Bewoners van Boskamp, hierna is het uw beurt om u te organiseren en ik zal u daarin begeleiden om u te organiseren, zodat we straks gezamenlijk, collectief die aansluiting mogen aanvragen. U gaat uw papieren in orde maken en alle gegevens moeten invullen, zodat u ook uw wateraansluiting tot in uw huis mag verwachten. En ik wil van hieruit dus ook vragen, Uarki, ik heb gesproken met een aantal bewoners, Mieretak de Fredeja, mevrouw Samirin, Mieretak na 5000, 8000, non mek dem man tegi lolosani. Ga en laat u zich goed informeren. Asana, maximaal 2500, maar ik weet zeker dat ook meneer Oosterling zal kijken naar de mogelijkheid om het voor u betaalbaar te maken, misschien in termijnen, zodat we het samen kunnen doen. Ja? Dus we zijn nog niet waar we moeten zijn, maar we gaan verder. Ik wil tot slot oproepen om zuinig om te gaan met het drinkwater dat we straks, het schoon en veilig drinkwater dat we straks met z'n allen mogen zien stromen. We hebben er inderdaad recht op. Het is een basisrecht. Maar we moeten zuinig om blijven gaan. Ano, omdat ade dat je meka kraan oppo eenmaal 24 uur, want toch awatra de eenmaal. Nee, laten we er samen zuinig mee omgaan. Bewoners van Boskamp, er is nog heel wat te doen. Maakt u gebruik van de gelegenheid dat de president in ons midden is. Want altijd weer tegen mij. Ja, tegen president Kim. Altijd heb ze corona en guanikeri. Nooit aan ons op Boskamp. Wel, tide aja. Dus bewoners van Boskamp, ik wil u van harte feliciteren. President, welkom in het mooiste district van Suriname. En ik zeg het met groot trots. En Saramaka is inderdaad het mooiste district van Suriname. Anders, we hebben alles, we hebben een mooie vibe. Mooi windy, mooi sweet windy, liba windy press. Dus u bent op de juiste plek. In elk geval, vandaag is het een dag voor Boskamp. En vandaag is Boskamp nat geworden van boven en beneden dadelijk. Ja toch, grondwater en hemelwater. Minille. Het is een dag, en zoals het lid Samidin daarnet heeft gezegd, heeft men ook bij haar aangeklopt, maar zeer zeker bij mij. Ik ken de dinsdagen waarbij de bewoners van Boskamp bij me kwamen. En ja, commissaris dit, commissaris watra. We hadden vroeger een truc, Tembecha Fogolu Watrakong, Dambe Brong, 400 gulu benzine, diesel. Zo was het. Mijn secretaris die erover gaat is nog hier. Maar we deden dat, we probeerden om het bij te benen, om het water te brengen voor de burgers van Boskamp. En ik ga u zeggen, die tijden die zijn dus nu aan het verdwijnen. Maar ik ga u zeggen, en ik heb daarnet ook gesproken met meneer Oosterling, en ik heb hem zo'n vraag gesteld. Want lekker jong boy, noem je nou jong hoor, man. Die met groot, dan met jere, SWM. Ik was vroeger ook bij de nieuwsdienst, voor degene die dat niet weten. Dus dan, altijd weer SWM, maar dan, het leek alsof SWM een heel moeilijk in elkaar gezette structuur was. En in een man doordrappe, in een man takdrappe, in een man sekie. En noem het een project bedoel, dat bij de twinning, sani, noem maar op.
Wel, wat we nu zien gebeuren met meneer Oosterling. Meneer Oosterling en ons lem is lem, attack met taki. Toch? Ere wie ere toekomt. Ja toch? Sinds meneer Oosterling daar is gegaan, kan je meneer Oosterling bellen. Die man neemt op, hij praat tot je aan mijn arkie. En hij zegt, oké, DC, dat we lukken vast, we lukken vast. En daar gaat het om. Het belangrijkste is dat in deze moeilijke periode, waar de liquide middelen schaars zijn, toch? Pinatempe monode. In een periode dat die Sondro Jepif Dorosei, nog een twinning project na zo, Sondro Jepif Dorosei, dan SWM, en dan want to partners, like die staatsolie, noem maar op, maar na sranang money, leg a heer buis discount. Het is een prestatie welke de president heeft neergezet vandaag, om in deze moeilijke periode zo'n lange buis aan te leggen tot naar Boskamp. En op play Sani. Ik heb vaker gereden en ik heb gekeken. En wat ik heel leuk vond. Leuk tussen aanhalingstekens. Want die ziet dat die brada. De man die in een faya song en in een alinge broko. Dan. Ja, je raakt vol van blijdschap. Maar ook medelijden. Omdat. Afvast meneer Oosterling van de man SWM. Naar de man zit op buisko en dergelijke. In zon en regen. Eigenlijk wil ik een applaus voor die mensen. Maar vandaag is dat water hier. En iemand zei al, papa van district, wel als burgervader kan ik u één ding zeggen. Als we even ervan moeten uitgaan dat u mijn kind bent, als het volk van Saramaka, en ik als vader hier moet staan, dan zeg ik, ik voel mij vandaag een tevreden mens. Als het niet goed gaat, als er problemen zijn, dan kan een commissaris niet slapen. Echt wel. Inoma Sribi, omdat is dat. Want dan draap je maar inoma los een probleem op. Als dan een Queens in het Samsbu, je bel links, je bel rechts, je zoekt je pi. Alleen omdat je volk ook aan mijn chimor op betre. En zo is het gegaan, maar vandaag kunnen we gerust zeggen: Apis probleem, Boskamp Dizzy, Agwe. We waren eerder hier gekomen om. Voor het eerst in de geschiedenis van Suriname hebben we een poli gebouwd, klaargemaakt in 10 dagen. Nou, aannemer Noroko na commissariat Saramaka doa roko dat hier, voor de RGD. In 10 dagen hebben we dat gedaan. Nou, we begin roko gi Boskamp en tiden we begin roko baka pe watrakang stroomen, watrakang vader uit de kraan. Mino tak morolanga, mi breti en mi saptak ombreti en we depresieren aan makandra. Het is aan de president gelegen om inderdaad de kraan open te draaien. Want hij heeft gezegd van toekom dat we doen zo, wat je watra, wat je faya, ik wou bedoel voor zie, dat we je watra drapen, we je faya drapen, we je kantoor drapen, we je poli drapen. En hij moet dan vandaag die handeling komen plegen in ons midden, in het district Saramaka. En dit is niet het eerste project. Ik mag je ook zeggen, we doen wel een project bij de SWM. We hebben Wayambo weggedaan, we hebben Sopropo weggedaan, we hebben Kampong Baru gedaan, we hebben bronnen aangeboord, we hebben buizen aangelegd. En ik denk binnenkort volgt ook Gangrampan D weg en dergelijke. Dus het gaat, het loopt. We zijn er nog niet, maar we zullen er beetjes bij beetjes en zeker daar aankomen waar we willen zijn. En dat is het leveren van gezond drinkwater voor ieder burger. Het schijnt dat we allemaal dezelfde openingszin hebben. Ik ga het heel kort maken. Commissaris, bedankt dat ik kan zijn in uw district. Ik heb maar een probleem, omdat gisteren was ik in Kommewijn, het tweede commissaris. Het is het mooiste district van Suriname. En inderdaad vindt elke commissaris dat zijn district het mooiste district is. En zoals iemand dat zei, als we dat allemaal optellen bij elkaar, dan hebben we het mooiste land van de wereld. Ik ben gekomen voor een felicitatie. Maar ik wil de SWM... directeur en staf wil ik bedanken
namens het Surinaams volk. Ik weet hoeveel werk u verzet. Enorm veel. Het is niet alleen maar nieuwe bronnen aanboren. Maar het is ook buizen vervangen. Het is zaken schoonmaken. Ik heb wel eens de laatste keer toen ik de apps van die kreeg. Voor Awatarasan ben ik moppen uit een buis in Albina, mijn oma Bribi. Omdat ik goed terwijl ik het. Dus jullie doen bijzonder, bijzonder veel werk. In navolging van de commissaris wil ik aan de directie en staf vragen mijn hartgrondige dank over te brengen aan de werkers. Gisteren en vandaag, we hebben gasten uit Kommerwijnen hier, zaten te praten over de werkattitude van onze mensen. En ik denk dat sowieso SWM kan doen een exempel die de workman naar Insadang. Dag en dag zijn deze mensen bezig en het doet je goed om te zien dat er gepresteerd wordt. En zeker in dat tendici, per inderdaad de middelen schaars, bleek dat die SWM, nanga is als staf voor SWM, de inventief genoeg voor zorgen dat die ding is zoek voldoende worden dat we een optimaal fasie. Even waarschijnlijk de middelen binnen ter beschikking, zouden ze het maximale kunnen doen, maar jullie verrichten wonderen. Aangezien ik bijzonder veel boor in het land, dus Boskamp, temep saja aan op Psamiwanipsa, Natraprezi, Abinotu, want u weet dat elk dorp, elke plaats waar er geproduceerd wordt, ligt nauw aan mijn hart. En wie zegt dat hij Boskamp nou een tranga workopressie. En dit werk is niet eenvoudig. Ik heb zelf ook ooit een visbedrijf gehad. Dat weten de insiders. Dus wie zegt precies wat hij betekent. We nog haar ingetoom zien langer. Daarom had ik gezegd, ik ben alleen maar gekomen om te feliciteren. Miwan, mi versteer SWM maar. We gaan versterken de bewoners van Saramaka in zijn algemeenheid. En we gaan werken en werken voor Boskamp. Het is geen gunst. Ik hoorde jullie op de radio, zei het met moeite, want aan de spot alleen bij Konja, hoorde ik dat het jaren geduurd heeft, alvorens we dit blijde moment kunnen meemaken. Ik bedank ook het volk dat zij het geduld hebben opgebracht om te blijven wachten. Als ik terug zou moeten gaan in de geschiedenis, dan ga ik even tot Boskamp praten, want de ouderen onder jullie zullen zeker weten dat ik ooit hier geklommen was in een mast. Toen we het hoogste punt bereikten van een bouwwerk. Een van de eerste rokerijen hebben we hier in samenwerking met Korea en ondersteund door België. En nog steeds is dat een van de lekkerste salmsoorten die ik heb gegeten. Hier ontwikkeld. Of zijn we vergeten? De meesten weten het niet eens. Maar we zijn weer aan het begin van het traject. En jullie verdienen het dat we vandaag aan de dag water kunnen krijgen van onze SWM. Schoon drinkwater. Dit is nou een mensenrecht. Vanuit ons sociaal programma hebben we aangegeven dat op het sociaal vlak deze regering het zwarte punt, of mede het zwarte punt gaat leggen. En het is geen blabla verhaal, vandaag zijn we hier.
Ik had gisteren ook hier willen zijn natuurlijk in verband met NGD. En 128 jaar Javaanse immigratie. En ik weet dat ze me altijd, bij elk evenement schelden ze me uit. Ja, maar hoe zitten we aan de pres nog komen? Geloof me, ik kan niet. Ik kan niet op elke plaats tegelijkertijd zijn. Ik doe wel mijn best. Hoe nog haar zijn getoemd zo lang? Daarom ben ik tegen directeur. Directeur, u kunt beginnen. Ik kom alleen maar feliciteren. En de mensen zitten te wachten op hun water. 40 jaar, 50 jaar, God knows hoe lang. En we hebben nu eenmaal Kong Ujidesma. Agarani dat hij den Rokomang zang Nakja Boetranga. Den Roko Oma zijn Nakja Boetranga. En ik weet het dat werken en hosselen, dat is mij bekend. Ik feliciteer jullie en we zullen de mensen die hebben georganiseerd dat we hier zijn. Ik zal hun vragen om een van de jongeren, dat zij straks de handeling mogen plegen. Want we doen het uiteindelijk voor hun. We doen het uiteindelijk voor onze toekomst en de toekomst van ook hun kinderen. Laten we ze blijven leren dat dit land het mooiste land is. Laten we ze blijven leren dat dit land het gezegendste land is van de wereld. Laten we ze blijven leren dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. Laten we ze blijven leren dat wij samen de verantwoordelijkheid hebben om dit land op te bouwen. En laten we ze van kleins af aan leren dat ze zuinig moeten zijn met wat de natuur ze gegeven heeft. Straks mogen ze namens de oude rotten zoals om Jules, om Errol en mijn persoon, mogen ze de handeling plegen en laten we vanaf vanaf het begin hameren in dat zij ervoor moeten zorgen dat dit land met al haar mooie natuurlijke hulpbronnen, dat zij ervoor moeten zorgen dat het in tijd door kan gaan. Dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de natuur. Dat zij niet moeten vermorsen wat anderen niet hebben. Er zijn landen in de wereld waar het misschien eens in de 7 jaar regent. Er zijn landen in de wereld waar het misschien eens in de 7 jaar regent. En dat de mensen van afstand van hier naar Calcutta moeten rennen met een plastic fles om water te vullen. Gadojoen boko boko. Makuno kuno vermorsing. Koji gado atanyi dat ameko geboren in Akondere Disi. En koko dat van verantwoorde wijze. Daarom heel Suriname gefeliciteerd, alle jongeren gefeliciteerd en natuurlijk onze bewoners van Boskamp en omgeving. Laat me goed kijken, want Kalabas Creek naar Jana. Jezus, dadelijk hoef ik dat niet meer aan buis gaan, Kalabas Creek. Nou, natuurlijk geen probleem voor SWM. En wat belangrijk is, dat ik erin potten wat er de onderhouding toe. Want ik weet nog een aantal maanden geleden hebben we in Taporipa, na een paar honderd jaar, hebben we de kinderen daar, de mensen daar, schoon drinkwater kunnen geven. En niet zo lang geleden zag ik dat jullie de zaak weer de zaak was. Onklaargemaakt, per ongeluk, I don't know, technische onvolkomenheid. En dat SWM weer daar was om het water weer te openen voor de mensen. Misschien dat we hossel jawe, gawaiam moeten, ik moet op jazen, ik heb er ook op ponden en noem maar op. En zo zou het moeten zijn dat wij allemaal elke dag hard werken. Want alleen maar met hard werken brengt een volk een land vooruit. We versteren het wel eens, naar alle lobby, zijn de enemy. En laat God u kracht en de moed geven om door te kunnen gaan, ondanks de dingen die hier en daar gezegd worden. Laten we medelijden hebben met de mensen die rommel met hun mond spreken en laten we ze erbij proberen te betrekken, omdat en harder werken ook voor hun, omdat ze ook Surinamers zijn. Of ze nou
poespoesbarba zijn of ze zijn olifantbarba, ik weet niet hoe ze allemaal heten. We moeten voorkomen om naar domme mensen te luisteren. We moeten ze erbij betrekken en we moeten ons hart voor ze openstellen. We moeten ons hart voor ze openstellen en laten ze bewijzen met daden dat de dingen die ze zeggen in schril contrast is met de zaken die wij doen. Eta Walezi, we versteren allemaal. Dank u. Zo, welke flinke jongeman en jonge dame zullen we uitnodigen om te helpen met de handeling?